Nog iets meer dan een week en dan barst de 100ste Vierdaagse los in Nijmegen. Een groot feest natuurlijk. Vandaag vraag ik de Nijmegenaren op straat wat zij gaan doen in deze bijzondere week. En geven zij een persoonlijke boodschap af aan alle deelnemers. Maar eerst gaan we naar de bioscoop. Want na de Cinemac komt er binnenkort nog een mega bioscoop bij in Nijmegen. Welkom bij Wat zegt het volk? What does the fuck say? What the fuck say? Er staan in Nijmegen bijna meer bioscopen dan dat er films draaien. Maar toch werd deze week bekend dat er weer een bioscoop bij komt. In de Mariënburgpassage om precies te zijn. Nu zitten daar bioscoop Calypso en supermarkt Aldi. Maar deze zullen beide plaatsmaken voor de gloednieuwe megabioscoop. Ik ben benieuwd hoe het volk hierover denkt. Maar ik vraag me ook af in hoeverre de bestaande bioscopen bekend zijn onder de mensen. Eens even peilen. What the fuck say? Blijf op de hoogte van de laatste nieuwsfeitjes via onze pagina facebook.com/altijd en 1. What the fuck say? Jullie gaan vast wel eens naar de bioscoop. Ja, dat klopt. En naar welke bioscoop gaan jullie dan? Meestal in Beuningen, naar de Van Heemstrabaan bioscoop. Oké, okay. En hoeveel bioscopen kent u hier in Nijmegen? Nou niet, want ik woon niet in Nijmegen. U gaat ook nooit naar de bioscoop in Nijmegen? Nee. U gaat vast wel eens naar de bioscoop in Nijmegen? Nee, want ik kom helemaal niet van Nijmegen. Oh, waar komt u dan vandaan? Van Waspik. Ik vind de bioscoop is heel groot en heel mooi. En heel veel films is leuk. Ja, X-Men en Superman is heel mooi. Nee. Nooit? Nee. Jij gaat vast wel eens naar de bioscoop in Nijmegen? Ja. Naar welke ga jij dan? Meestal Calypso. Calypso. Ga jij wel eens naar de bioscoop in Nijmegen? Nee, dat is helaas niet. Nee? Gaan jullie wel eens naar de bioscoop in Nijmegen? Nee, want we komen uit Haarlem. Dus... Oh, jullie komen uit Haarlem. Dus we zijn voor het eerst in Nijmegen. Veel pornofilms? Nee, ja, dat reist niet in de bioscoop. Serieus wel, hè? Nee. Denkt u dat u hier wel eens naartoe zou gaan? Nee, ik denk het niet. Jawel, met onze kleinkinderen. Ja, de kleinkinderen wonen hier. Misschien met de kinderen, ja. Maar zelf... Maar voor de kinderen misschien wel, ja. Ja, vlakbij Tilburg of in Tilburg heb je ook zo'n grote bioscoop. Dus dat is ook... En dan trekt dat veel bezoekers? Ja. Jawel, ja, echt wel. Echt wel. Naar welke bioscoop ga jij meestal? Heel naast KFC. Carolus? Ja. Calypso gaat hoogstwaarschijnlijk weg en er komt daar een hele grote megabioscoop. Maar er zijn natuurlijk al een aantal bioscopen in Nijmegen. Denken jullie dat dit nut heeft? Ik denk het wel. Ik denk dat er wel een goede bioscoop wordt dan. Over de brug hebben ze net ook die Cinemax gebouwd. Dus ik denk dat daar gaan ook best veel mensen heen. Mm-hmm. En er komt hoogstwaarschijnlijk een megabioscoop in Nijmegen. Wat vind jij daarvan? Ik vind de film is heel groot. Ik vind de tv en de bril is heel mooi. Lijkt me wel leuk en cool. Er komt een megabioscoop in Nijmegen. Wat vind jij daarvan? Ja, ik weet echt niet. Ik vond het echt niet. Nou, ik zal niet daardoor gaan kiezen om toch naar Nijmegen te gaan. Nee, want ik woon in Druten, dus dan is Beuningen of Wijchen is voor mij logischer. Ja, als het goed is dan wel, ja. Denken jullie dat het nodig is naast alle andere bioscopen? Nee, denk ik niet, want Cinemax is al groot genoeg. En denk jij dat veel mensen daarheen zullen gaan? Ja, ik denk het wel, want hij is groter. Het zou wel interessant zijn om een keer heen te gaan, ja, dat zeker. Maar waar komt hij dan? Hij komt waar de Aldi zit en Calypso. Bij de Mariënburg. Oh, mooi, mooi. Kom ik op tv? Ja. Ik ga er ook meestal heen, dus ik denk ook wel dat er veel mensen op af gaan komen. Desondanks is het natuurlijk de vraag, wat heeft die bioscoop voor meerwaarde ten opzichte van een Lux of ten opzichte van een Carolus? Mm-hmm. Maar je denkt wel dat er op zich mensen op af kunnen komen, ondanks alle andere bioscopen. Als ze ervoor zorgen dat ze daar in die bioscopen altijd helemaal bij zijn met de nieuwste films en een mooi aanbod hebben, dan... Ik denk het wel, afhankelijk ook van de prijs van een kaartje. Ja, hey, als jullie mij eruit knippen, niet doen, hè? Nee, dat komt niks goed. Niks eruit knippen. Nee, dat komt goed. Hey, love naar Winnerskwartier. Moula B. Louis, klaar, ciao. What the fuck say? Een uitzending van Wat zegt het volk terugkijken doe je via youtube.com/altijd en 1. What the fuck say? Zometeen bereiden we ons voor op de 100ste Vierdaagse. Maar eerst werpen we weer een blik op de social media van de afgelopen tijd. Welke reacties gaven jullie zoal op het nieuws? What the fuck say? Gemeente zet in op nieuwe bioscoop Mariënburgpassage. Geniaal, die zijn er bijna nog geen. Tjeetje, wat een goed idee zeg. We hebben al bioscopen genoeg, toch?
Vooral met die grote net over de Waalbrug. Verzin even wat anders daar. En als je dan toch een bios erbij wilt, knap de oude bios op het plein dan maar op. Dat was vroeger een mooie. Bioscoop terwijl je al twee grote hebt? Wie bepaalt dit? Man, man, man. Dit is kansloos voor je begint. Misschien wordt het tijd voor een verjonging binnen de gemeenteraad en een frisse kijk op de huidige markt. What the fuck say? De leefomstandigheden van apen die de Radboud Universiteit gebruikt voor experimenten kunnen het daglicht niet verdragen, zo zegt directeur van dierenrechtenorganisatie Animal Rights Robert Molenaar. Na 40 jaar proeven op apen heeft de universiteit nog weinig geleerd. Daarom start Animal Rights een nieuwe petitie die het afmaken van de laatste proefapen moet voorkomen. Dierenleed bij de Radboud is al vele jaren een van de slechtste bezigheden die het Radboud bezighoudt. Dieren zouden toch vervangbaar zijn? Dierproeven is echt verschrikkelijk. Ik hoop dat het zal worden verboden. Worden ze lelijk opgemaakt dan om make-up te testen? What the fuck say? Waaghalzen kunnen tijdens de Vierdaagse feesten hun hart ophalen. Want de hele Vierdaagse week is het mogelijk om te abseilen van de toren van de oudste en grootste kerk van Nijmegen. De Sint-Stevenskerk. Sjoerd, ga je mee? Die booster van vorig jaar heb ik wel gezien. Belachelijk duur, maar stiekem wil ik wel gaan. Alleen als het gefilmd wordt, dan durf ik. Afgesproken. Oeps, wanneer? What the fuck say? Twitter mee over de actuele nieuwsonderwerpen via @altijdn1 met hashtag WZHV. What the fuck say? Sinds 1909 wordt hij al gelopen en dit jaar vindt alweer de 100ste editie plaats. We hebben het natuurlijk over de Nijmeegse Vierdaagse. Als je dit jaar meeloopt, heb ik zo meteen een paar leuke boodschappen voor je. Maar eerst ben ik benieuwd wat jullie zoal gaan doen in deze bijzondere week. Wat doet het volk? Jongens, wat gaan jullie doen met de Vierdaagse feesten? Lekker pilsen. Lekker. We blijven lekker thuis. Jullie gaan helemaal niks doen? Nee, echt niet. Wij komen toch niet op de televisie, hè? Jullie komen op N1. Maar het is niet live. Die krijgen wij toch. Oh. Nou, ik denk dat ik gewoon lekker in de buurt van de wedrennen blijf. Want daar is het altijd feest. Bij mijn buren is het altijd feest. Nou, ik ga gewoon met vrienden feesten en zo naar de stad. Dus dat is ook wel erg leuk. Ben ik op vakantie? Oh, dan bent u op vakantie? Ja. Als Nijmegenaar? Als Nijmegenaar. Jongen. Is te druk voor ons. Oh, dat is te druk. Ja. Misschien naar de zomerfeest of zo, geen idee. Nou, wij zouden eigenlijk al op vakantie gaan. Maar vrienden van ons, die gaan daarheen. En die mogen dan in ons huis, zodat ze geen hotel of zo hoeven te huren. Oké, nou, dat is goed toch? Ja. Jij loopt zelf? Ja. Oké, en jullie lopen niet? Nee, we gaan hun aanmoedigen. Oké. Nou, dan heb ik iets leuks. Jullie mogen voor alle lopers iets inspreken. Op televisie. Zou je dat willen? Mag je gewoon nu zeggen? Ja, dat doe jij maar. Jij hoeft dat niet te doen. Wij wensen ze allemaal heel veel succes en behouden aankomst. En heel mooi weer. Om ze succes te wensen. Van harte, want ik heb hem zelf 2 keer gelopen en in verband met ziekte kon dat niet meer. Oh. Maar ik heb de 49ste en de 50ste gelopen. Dus dat is heel lang geleden. Mm-hmm. En nooit gedroomd om nog te kunnen lopen. Helaas gaat dat niet meer, maar ik wens er van alle hartelijkst toe en prachtig weer. Nee. Oké. Nou, iedereen heel veel succes, die gaat lopen. Oh, wacht, nog een keer opnieuw. Fuck, nee, ik ga dit niet doen. Of u iets wil zeggen tegen alle wandelaars die dit jaar de Vierdaagse gaan lopen. U mag iets inspreken voor alle lopers. Nee. Wilt u dan niet? U wilt ze geen succes wensen? Ik wens wel succes, maar ik wil niks inspreken. Oh. Dit is een wandelaar zeg maar, van 60 jaar geleden toen hij mee heeft gelopen met de Vierdaagse. Ik wens u net zoveel plezier als alle anderen die daar nog door de bocht moeten. Oké. Okay. Want het is afzien. Oh, ik vind ze heel mooi. Succes, ja, mooi weer. En geniet ervan. Heel veel succes, heel veel sterkte. Met deze speciale editie natuurlijk, de 100ste. Ik woon vlakbij de wedren en ik kom jullie allemaal aanmoedigen, elke dag. Heel veel succes met lopen allemaal. Vooral voor Anne Fleur en Mickey. Ja, Anne Fleur en Mickey, kom op. Hup Kandinsky. Daar gaat het op. Nou, heel veel succes. Ja, en zet hem op en jullie kunnen het. Oké. Okay. Succes. What the fuck, C?
zijn. Tot zover Wat zegt het volk voor deze week. Volgende week vrijdag zijn we er weer met een nieuwe uitzending en brengen we daarin het vierdaagse gevoel echt de straat op. Tot dan. What do you think?